Deze beschouwing, die gaat over doodsoorzaak nummer 1. Ik was het even aan het verzamelen? Ik miste eigenlijk nog één getalletje. Want uh, je denkt natuurlijk aan uh, kanker. Mag ik aannemen. Hè? Tenminste, dat wordt in de regelrol uh, gebruld. Dan nog even zo'n oorzaak nummer 1, wereldwijd 2018. Kanker. Ja. 2018 erbij pakken. Dat is een. Ja, maar even kijken hoor. Dan heb je het hier van Nederland. Dat vind ik niet interessant. En in, in wereldwijd, uh, sterven er acht, ruim 8 miljoen mensen. Aan kanker. In Nederland zijn dat er 47.000 per jaar. Nou, dat is heel wat. Ja. Dat is niet een doodsoorzaak nummer 1. By the way. Wereldwijd sterven er dus 8 miljoen mensen aan kanker. En zeven keer zoveel mensen, namelijk 56 miljoen, 7 keer 8 is 56. 56 miljoen mensen worden vermoord in opdracht van hun moeder terwijl ze nog in de buik zitten. Ik, uh, ik heb een pot thee gezet. Uh, Als ik jullie was, zou ik dat ook maar doen. Want ik ga hier weer even bij stilstaan. In Nederland trouwens uh, is uh, het aantal abortussen... niet uh, zeven keer zo hoog als het aantal mensen dat sterft aan kanker. Dat is vreemd. In Nederland is het aantal abortussen ongeveer hetzelfde. Of dezelfde orde van grootte. Het is uh, iets van ja, het is 30.000. Dat is een 20% minder, dus 80%. Uh, het scheelt, scheelt nogal, hè? En dan ga je toch nadenken hoe dat kan. Nou, in Nederland wordt er dus niet zoveel geapporteerd. Dat is denk ik mooi. Het zijn er nog steeds 30.000 per jaar. En dus ongeveer uh, net zoveel als uh, alle kankergevallen bij me opgeteld. Er worden meer mensen in Nederland geapporteerd, dan dat mensen overlijden aan... Kijk, had ik nou? Er is toch zo'n een lijstje. Even kijken, is dit hier in Nederland? lijst doodsoorzaken op basis van sterfte. Ja, dus in Nederland staat als doodsoorzaak nummer 1 is dementie. Maar dat vind ik niet helemaal correct. Maar ja, kennelijk ga je daar dood aan. En dan longkanker is het uh, 10.000. Ja, abortus is het 30.000. En het aantal abortussen is in Nederland vrij stabiel, dus... Dankt al jarenlang rondom de 30, ah, 33, soms stijgt het een beetje, soms daalt het een beetje. Borstkanker, dat zijn 3000 mensen per jaar. Prostaatkanker is ongeveer hetzelfde. Maar abortussen is dus, tien keer, er gaan 10 keer zoveel mensen worden vermoord in opdracht van hun eigen moeder, terwijl ze nog in de baarmoeder zitten. Ik weet nog niet precies wanneer ik het fotootje erin ga doen van een geapporteerd wezen, mens, kind. Maar misschien staat hij al in beeld. En anders komt hij zo duidelijk. Ik heb een foto gevonden op een christelijke website. We ja, hebben dat ook netjes uh, aangekondigd van, uh, pas op, en, uh, de schikken, nee, inderdaad de schikken. En dan kan je zien hoe een kind van tien weken eruit ziet. En je ziet ook gelijk dat het een mens is en niet een aap. By the way. Zo'n zo kind ziet er heel erg menselijk uit. Als dus je ziet altijd zo'n fotootje van zo'n fotos die zo helemaal uh, opgekruld zit, het lijkt een beetje op een soort uh, garnaal of zo. Maar dat is het niet echt wat, je, wat in de regel geapporteerd wordt. Ik heb een apportus meegemaakt omdat mijn tweede kind... Die is in opdracht van uh, zijn eigen moeder uh, vermoord. Er waren geen medische indicaties. We hadden een slecht huwelijk en dat kwam doordat die vrouw. en dat heeft ze nog steeds. die vrouw heeft een jeugdtrauma en doet heel vervelend tegen kinderen. Iemand met een heel bitter gevoel voor humor, die moest toen lachen toen hij dat hoorde. Toen zei hij, nou, het is maar goed dat die abortus heeft plaatsgevonden. Dan kan dat mens dat kind niet net zo mishandelen als dat het je eerste kind heeft gedaan. Maar dat vind ik galgenhumor. Ik, ik hou niet van dat soort grappen. Want mijn eerste kind is dan weliswaar, uh, nou, echt wel heel vervelend behandeld door haar eigen moeder. En ik heb het idee dat ze dat mishandelen door haar eigen moeder nog helemaal niet de juiste plek heeft gegeven. In die zin dat ze nog steeds met enig respect met die persoon omgaat. Maar dan nog uh, nu achteraf zeggen dat mijn dochter, die is nu twintig, dat die beter destijds geaborteerd had kunnen worden. Dat ze dus vermoord had kunnen worden. Om haar dit leed te besparen. Dat is belachelijk. Nou, moet ik erbij zeggen dat de persoon in kwestie, uh, die neemt het leven heel erg luchtigjes. Want die is zes jaar jonger dan ik. Die heeft al meer dan tien jaar een uitkering. Uh, die slaapt elke dag nog steeds. Ja, ik ben hem dan mee opgehouden. Hij slaapt nog steeds lekker door. En blowen elke dag. Een beetje porno kijken, en uh, zijn huis niet schoonmaken en niet opruimen. En als je dat maar lang genoeg volhoudt, dan gebeuren er hele bijzondere dingen met je woning. Not. Ongelooflijk smerig is het daar. Misschien dat het hem dat verklaart waarom hij er zo makkelijk over denkt, over abortus. Ik weet niet hoe jij erover denkt. Ik, uh, ik vind het opmerkelijk dat abortus. Uh, dat, uh, dat wordt dan gezien als de vrijheid van de vrouw. En ik heb dan zoiets van, nou, als het gevolg van de vrijheid van de vrouw is... dat er dan uh, jaarlijks 56 miljoen doden vallen wereldwijd... Uh, doen we er dan wel zo verstandig aan om die vrouwen die vrijheid te geven? Ja, toch? Kijk, 56 miljoen doden per jaar, de, dat, dat is bijna drie keer de bevolking van Nederland worden eventjes door al die vrijgevochten vrouwen in hun opdracht dan uh, vermoord? Hallo. Dat is een kwart van de bevolking van Europa. Een kwart van de bevolking van Europa wordt jaarlijks vermoord in opdracht van de, een van de rechten die de vrouwen hebben verworpen als vrouwenrecht. Dit was het nieuws. Ja, als we er straks gewend aan zijn, hè, en dan gaan die vrouwen zeggen: van, Nou, dat, dat, uh, die vrouwenrechten. het maar valt ons haar hartstikke goed. En uh, dachten we zelf van. Uh, ja, wij. Uh, ja, er wordt nu nog een beetje moeilijk gedaan hè, over dat apporteren op het allerlaatste moment en zo. Hè, en dat het dan niet mag. Maar kunnen we niet gaan zeggen dat we. het uh, uh, recht tot apportes krijgen. totdat de vliezen breken? De vliezenbreuk. Het vliezenbreuk-arrest. Dus als de vliezen nog maar niet gebroken zijn, dat die vrouw kunnen zeggen: Oké, okay, chopper maar. maar. Ik weet dat ze in Amerika. Eh, gaan ze al zover. Ja, daar wordt nu al over gesproken, gewoon op straat. Er is zo'n interview, uh, was de laatste, van een jongen die op een campus. Nou, dan komen dus dat mensen die hebben. Dus, die gaan, dat is university. Niet alle, alle domste vrouwen die die vrouwenrechten zich toegeëigend hebben gekregen. Want ze waren zo verschrikkelijk onderdrukt. Maar dan ga je ook gelijk denken: van ja, het is ook niet meer dan terecht dat die vrouwen onderdrukt zijn. Want daar blijven die mensen tenminste in leven. Het heeft ook nog zin om vrouwen te onderdrukken, want dat scheelt een hele hoop doden per jaar. Ja, dat was even zo'n gedachte, weet je wel. Ik heb af en toe last van schizofrenie. En dan ga je associëren. En dan denk je dood, dood, dood. Maar dan denk je aan de andere kant ook. Ja, als je niet dood, dan blijven de mensen in je leven. En dat is dan weer leuk. En dan ja, leg je weer zo'n link, weet je wel. Van uh, uh, vrouwenrechten. En uh, dat je ook zegt, vrouwen. Ja, dat was, misschien, maar dat is dan vrijheid van associatie, moet je maar even denken. Maar daar wordt dus nu al over gesproken op die campus, hoor. Gewoon door uh, vrouwen van een jaartje of twintig. ...en die vinden dat ze hartstikke intelligent zijn... ...en ze hebben alle recht op dat scholarship... ...en uh, ja, en die jongens moeten het wel even goed weten hoor. Oh, we zijn slim. Ja, die zeiden het dus. Ja, ik vind het eigenlijk dat eens een vrouw... Nou, het, uh, ...kijk... Uh, en ...kijk, als dat kind het gelukt is... ...om dat de, door de vagina echt naar buiten te komen... dus ...dat het gewoon tussen je dijen zit... Ja, dan is het spelletje een beetje voorbij. Dan heeft het kind gewonnen. En dan mag het er leven blijven. Maar tot aan die tijd mag het chop-chop gewoon aan worden. Nou, vandaag vandaar dan eens even zeggen, Nou, misschien dat we je kunnen afspreken dat we het niet meer mogen als de vriezen gebroken zijn. Nou. En trouwens, bij het Amerikaanse congres van een of andere staat. Is dat een congres? Weet ik eigenlijk niet. Maar zo'n zo staatsbijeenkomst met een van die dure ambtenaren. Er was er iemand en die hield een heel betoog. dat het uh, uh, te verkiezen was om vrouwen het recht te geven. als ze dan bevallen waren. om dan na de bevalling. een moment van bezinning te houden. En dat er dan iemand komt en. die heeft dan zo'n klembord bij zich. met van zo'n aantekeningen, dingens, formulieren. En, en dat hij dan dus tegen zo'n vrouw zegt. Van, ja, kijk. Uh, ja, uh, aan de ene kant, je kan het kind natuurlijk meenemen en dan zit je eraan vast. Eh? Dan moet je wel bedenken dat je dat. Uh, nou, ik, ik kan in ieder geval uh, vanavond kan je niet naar de disco, want dan zit je met het kind thuis. En ja, ik weet niet of je je al een keer verdiept hebt in het uh, aantal uren dat je per dag bezig bent met het kind, maar uh, ja, vergis je er niet in. Uh, ze willen. Uh, nou ja, dan hangen ze zo'n plaatje op en dan gaan ze al die verschrikkelijke boemansverhalen vertellen. Over dat die kinderen gaan poepen en die gaan piezen. En dan, dan gaan ze ook nog lopen. En dan gaan ze aan je spullen zitten. En, ja, en die vrouwen dan zo heel bedenkelijk kijken. En dat die man dan zegt: Ja, dat precies, dat dacht ik al. Hè. Ja, ja, ja. Het uh, is maar even. Jij denkt natuurlijk, nou, mijn zwangerschap zit erop en uh, nou is het lekker... Maar dat is het dus helemaal niet. Het, eigenlijk begint het gezeik nu pas. En als een vrouw dan zegt, oh ja, ja, dokter, ja, als u, ja, ja ik, 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 nou, nou, u zegt, een vriendin van mij, die heeft het dus ook uh, zover laten komen. En die zei ook laatst tegen mij van, ah, oh, ik ben dood op. Nou, die man zei, nou precies, en daarom willen we graag, uh, hè, denken wij mee, met uh, de vrouw die de keuze maakt of ze wel moeder wil worden. En uh, als u hier nu even een handtekening zet, dan uh, ziet u af van verdere verplichtingen. En dan kan u lekker uw tasje pakken. Dan kan u nu even douchen. In beneden in de hal, de koffie is gratis. Hè, dus dan kan je daar lekker wachten op de taxi. En dan ga je vanavond kan je lekker. Partie, toe, toe, I'm driving in your car. Dan kun je vanavond lekker vrij. Misschien word je vanavond wel weer zwanger. Ja, dan moet je de zaak positief zien. Serieus hoor. Dit is, dit is helemaal geen geintje. Ik, ik maak er gewoon een leuk evenement van om jullie een beetje te laten lachen. Maar dit werd voorgesteld. Er werd echt tegen die vrouw gezegd. Die, die, die vrouw zei dus: we houden dan, of man, we houden een gesprek met die vrouw die gebaard heeft. En, en dan gaan we controleren of ze echt wel bereid is om de zorg te gaan dragen voor dat kind. En als ze dan twijfels heeft, dan kan ze ervoor kiezen om dat kind achter te laten in het ziekenhuis. En dan mag het ziekenhuis kiezen wat ze ermee doen. Dat kan dus inhouden dat het ziekenhuis dat kind dan ter adoptie geeft. Maar dat kan ook inhouden dat dat kind een dodelijke injectie krijgt. En dat de organen en de stamcellen worden uh, geoogst. Het Engelse woord is harvest. Ja, het gaat om de business natuurlijk, hè. Dat snapt iedereen toch? Ongelofelijke wereld vind ik het hoor. Kijk dan nou maar goed naar die foto van die uh, geapporteerde foto's. Ik heb dezelfde tijd dan zitten kijken. Ik denk, is dat nou gefotoshopt? Ik denk het niet. Nou ja, zo, zien, uh, zo ziet dat gutt eruit. Het is dus helemaal geen wonder dat een kind eruit ziet zoals kinderen eruit zien wanneer ze, uit, uh, wanneer ze buiten komen. En tussen de dijen van mama zitten. Uh, daar gaat een heel proces aan vooraf. En wat je hier ziet is de vordering die er is na. hoe uh, is het? tien weken. Die van mij uh, was uh, aan de chop-chop met 14 weken of zo. 15 weken? 3,5 maand, als ik me goed herinner. Dus maar 14 weken is dat dan. Dus die van mij was uh, 40% meer. Nou, nee, die was uh, 80% groter. Want de groei gaat exponentieel. Hè? Dus in het begin merk je er bijna niks van. Maar uiteindelijk gaat die groei. Die gaat zo met een helling omhoog. Exponentiële uh, functie. Dus exponentieel groei is exponentieel, by the way. Uh, per definitie. Dus met 14 weken ben je, niet, ben je 40% verder in de tijd. Maar je hebt een groei van 60%, 70%. En daarna gaat het natuurlijk nog veel harder door. Ja. En waar zijn, waar zijn wij mee bezig dat wij zeggen dat vrouwen het recht hebben om het kind of de kinderen in hun buik te laten doden? Ja, ik laat even een pauze vallen. Waar zijn wij mee bezig dat wij vrouwen dat recht hebben gegeven? Je kan je voorstellen dat je een zwangerschap hebt... waarbij het maar de vraag is of uh, het kind en de moeder... het er beiden levend af van zullen brengen. En dat het er maar de vraag is of er überhaupt één van beiden... het avontuur levend gaat overleven... Kijk, dat lijken mij zwangerschappen waarin er ingegrepen moet worden. En dan lijkt het mij dat we dan afspreken dat in die gevallen de moeder gered wordt. Dus de moeder heeft een prioriteit. Dus als een zwangerschap levensbedreigend is voor de moeder, dan wordt die afgebroken. In principe. Standaard, als uitgangspunt. In Sparta was het zo dat vrouwen die stierven in het kraambed, daarvoor werd een standbeeld opgericht in de stad. Sparta was een van de stadstaten van Griekenland. Dat ik het even weet. En die vrouwen kregen dan een standbeeld. En die vrouwen die. Waren daar. Ja, die waren er trots op. Ja, niet als ze dus overleden waren, want dan ben je dood. Maar, maar het was voor hun dus. Um, heldhaftigheid. Het, de vrouw. Was de drager van. De, van de strijder. Dus, Sparta. Ik weet niet of je dat verhaal kent, maar Sparta was. De. De strijdstaat van Griekenland. Athene was de baas. En Sparta die leverde de soldaten. Griekenland, waar iedereen zo lovend over spreekt. Even korte uitweidingen. Waar iedereen zo lovend over spreekt. Griekenland, daar had je, Athene was de baas. Sparta, die hadden de, de zware jongens. En alle andere Griekse stadstaten die waren middels een oorlog of oorlogen op de knieën gedwongen. Dus Athene had dus duidelijk gemaakt aan die andere staten, sta, steden, maar een, een stad was een staat. Aan die andere steden had Athene duidelijk gemaakt: van ja, wij zijn niet alleen een, een buurstaat, stad. Nee, wij zijn de baas. Of jullie dat nou leuk vinden of niet. Ja. En wij zijn de baas uh, goedschiks. En als wij niet goedschiks de baas kunnen zijn, dan, uh, ja, dan sturen we Sparta. Zo ging het ongeveer. En Sparta die spond daar uh, goede, uh, goed garen bij. En iedereen was trots op dat strijders bestaan. Zo gaat dan de mythe, ik weet niet hoe het in het echt was. En vrouwen die deden dus ook mee aan die gedachten. En droegen dus in hun buik de strijders van de komende oorlog. En als dan een vrouw overleed in een kraambed. Ja, uh, ja, die mannen overleden op het slagveld. Dus het werd gezien als gelijkwaardig. Ja, dat ik het even weet. Iedereen heeft het over Griekenland: dat het zo'n fijne tijd was van de mensheid. Ik vraag het me af. Maar hier in Nederland, of eigenlijk in de hele westerse wereld... Uh, wij hebben dus een wetgeving dat een vrouw die zwanger wordt... die mag dat kosteloos, dat wil zeggen op kosten van de samenleving. Dus een vrouw wordt zwanger en ze denkt, oh, daar heb ik geen zin in. Dan mag zij op kosten van de samenleving... Die vrucht, die dat kind laten vermoorden. Dat is best bijzonder. Kijk, er komen hier in Nederland ik weet niet hoeveel asielzoekers naar binnen. En er zitten er een aantal bij. En die bevallen helemaal niet zo. En die zijn niet zelfstandig. Die moeten onderhouden worden door de Nederlandse samenleving. En dan zegt iedereen van ja, maar je moet die mensen de tijd geven en dan gaan ze inburgeren en dan kunnen ze een vak leren en dan hebben ze ontzettend veel plezier aan ze. Maar ja, hoe lang gaat dat duren? Ja, in de regel langer dan negen maanden. En ze zijn een stuk duurder dan de eerste beste baby in de buik van zijn moeder. En van die baby wordt dan vaak gezegd, ja, als die, uh, hij is helemaal niet zelfstandig, dus nou, dan mag die moeder mag hem vermoorden. Ja, dan mogen wij dus ook die asielzoekers omleggen. Lijkt mij. Dat we dat even duidelijk maken bij de grens. Ja, je kan hier wel asiel krijgen, en dan kom je in een AZC terecht of zo, maar dan wordt heel goed naar je gekeken. En als wij denken: van ja, je, eh, als je dus niet binnen zoveel tijd eh, op eigen benen kan staan, dan houden wij ons het recht voor dat jij geapporteerd wordt. En, en tot die tijd, want dat is ook met die, met die Nederlandse abortuswetgeving. Dat het is niet zo dat er, een, dat er een kind sterft. Nee, we praten hier over een foetus. Dat is een onzinlulkoek-verhaal natuurlijk. Het gaat om een kind. Dat noemen wij een kind. Je kan niet zeggen dat een man heeft bij een vrouw een foetus verwekt. En later is die foetus heel magisch veranderd in een kind. Het was zo gek, joh. Ik had dus Eerst dat ik seks he, met Henk. En toen zat er een futus in mijn buik. En toen dacht ik nog. Oh, oh, oh. Als dat me goed komt. Want ik wil helemaal geen futus. En ik denk, ik: wat moet ik nou met een foto's? hè? Want uh, ja, maar we een foto's, Je hebt allemaal van in gedachten: van hoe zien de foto's eruit? En je zegt: wij hebben wat voor futus dan, hè? Uh, maar toen bleek: uh, dat, uh, toen bij die geboorte. Hè, toen was die futus. Dat was precies je kind. En toen zei die dokter ook: Nou, dit is je kind. Ik zeg, dit is mijn kind. Ik dacht dat ik een futus had. Nou, hij, was, hij zei die dokter nog: ja, ja, ze worden. Eerst zijn dat foetussen. En hij zegt: Nou, dat wil je niet hebben. Maar dan veranderen ze automatisch eh, vanzelf. Magisch, magisch, hè. En dat is met de wet van Darwin, hè? Je dus, Vroeger had je foetussen. En die veranderden niet in kinderen, die bleven foetussen. En die zijn allemaal uitgestorven. Want die hebben dus de strijd om de, om de, om de voedselvoorziening en het overleven. hebben ze verloren van de foetussen en die veranderden in kinderen. Ja, dat is Darwin over de foto's theorie. Nee, natuurlijk bestaan foto's helemaal niet. Wat, denk, wat, wat denken we wel niet? Er bestaat niet zoiets als een foto's. Een eicel is bevrucht en heb je een mens. Punt. En met tien weken, nou, je kan het zien. Ga maar een aantal vingers tellen. Je kan ook duidelijk zien dat het een mens is. En daar ligt een muntje bij in beeld, zodat jij ongeveer kunt zien hoe groot die is. Oh, maar welk muntje is dat dan? Is het een dubbeltje of een Rijksdal, Ja, ja, ah, je ik het maar. Ik denk dat het muntje dat je dat zo groot moet zien als een euro, denk ik. En dan kan jij wel uh, even gokken hoe groot die mens is. Het is geen groot mens natuurlijk, maar uh, het is ook maar pas tien weken. Snap je? Het is geen foetus, het is een mens. En je ziet, de hele maagdarmkanaal zit er al in. Uh, het is helemaal compleet. En die van mij was dus uh, dit, maar dan um, 60% meer. Ja, gratis en voor niks. Nou, zij moest het, uh, het treinkaartje en, uh, en de tram. Dus dat heeft het mij nog gekost. Ze waren toen getrouwd. En als je vrouw dat soort dingen gaat doen. dan heb je geen mogelijkheid om te zeggen dat het dan maar van haar eigen pensioen afgeschreven moet worden. Dus dat gaat uit de huishoudpot. Moeten we in de wetgeving ook nog veranderen? Ja, ik vind dat ik daar niet aan, bij, aan mee hoefde te betalen. Aan, aan moord. Het is moord. Mijn tweede kind is vermoord. Marjane Vaastra is vermoord. En mijn tweede kind is vermoord. En deze uitzending gaat niet over Marjane Vaastra. Want als die uitzending over Mianne Vaastra gaat, ga je, dan zal ik niet zeggen dat mijn tweede kind ook vermoord is. Want er was al iemand in die zei van. Uh, als je het over Mianne Vaastra hebt, dan mag je het niet over je eigen privésituatie hebben. Want dat denken de nabestaanden van Mianne Vaastra. Ja. Maar ik ben een nabestaande van mijn vermoorde tweede kind. En waar is de empathie voor mij? Ja, waarom heb ik bijvoorbeeld nooit een, een, uh, een rouwkaart gekregen? Met enige deelneming. Mijn tweede kind is vermoord. Waar, waar, waar is nou een keer iemand geweest die zegt: ...Perry, uh, wat van je nevenlusten jij nou altijd weer? Was dat uh, vijf glazen of vijftien glazen? Dat ik zeg: Ja, precies, jij kent mij. Nou, begin maar met twee: eentje voor jou en eentje voor mij. Gezellig dat je er bent. We, 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 niks, hè, van mij. Gewoon, oh, nou, je nou, kind wordt vermoord. Ja, maar kunnen, jongen. En je uh, nog gezien, hè, Ajax, PSV. Ja, we gingen wel uh, hard tegen aan man. En het hele punt is dus: het, het wordt dus gezien als het recht van de vrouw. Maar waar heb je het nou over? Eh. Uh, het is niet zo dat een vrouw boodschappen gaat doen bij de Albert Heijn. En dan staat ze te kijken in de allerhanden want die heeft ze meegenomen, wat is onze recept in? En ze vraagt zich af waar de gember ook alweer stond. En toen ze denkt, oeps. En toen is ze zwanger geworden. In de regel gaat daar een, een proces aan vooraf bij, bij zo'n vrouw. Alle. Keuzes heeft om te zeggen: nee, hier ga ik niet mee door. Kijk, iedereen roept gelijk van. Ja, maar als ze nou verkracht wordt, hè, als ze verkracht wordt. Ja, het punt is. Bij abortus gaat het maar in een heel klein percentage om verkrachting. En van alle vrouwen die brullen dat ze verkracht zijn, gaat het ook nog eens een keer om een deelpercentage wat daadwerkelijk verkracht is. Bij veel situaties waarbij die vrouw beweert dat het gaat om verkrachting, zou iemand zeggen die erbij aanwezig was, van nou, ze zat de boel wel lekker op te geilen. En toen kreeg die man hete gedachten. En dat liet ze nog lekker gaan ook, want ze vond die aandacht wel leuk. En toen heeft ze nog tegen hem gezegd, van, kon je bij mij nog wat drinken? Het was ook met. Dit is geen uitweiden. Dit, dit gaat over vrouwen, waarvan ik steeds meer ga denken van als we ze nou eens alle rechten in principe ontnemen, en dat alleen vrouwen die ik dan ken, waarvan ik dan, waarvan ik echt mijn hand voor in het vuur kan steken, uh, die krijgen die rechten dan uh, die we in principe ontnomen hadden aan iedereen. Maar uh, vrouwen die dan, uh, ja, dus deze vrouw in kwestie dan, even even dat praktisch voorbeeld. Even het praktisch houden. Hè. Dat is echt mannelijk, hè? Alle vrouwen worden alle rechten ontnomen. En dan komt er een internetpagina waarop mannen zoals ik, dat betekent uh, mannen uh, die niet uh, hersenrot hebben qua syphilis. mannen die niet geloven dat we naar de maan zijn geweest, mannen die niet geloven dat de zeespiegel komende jaren gaat stijgen met 80 meter, zoals uh, professor dokter Bert Vermeersen. Maar mannen met die kunnen nadenken. En die kunnen dan zeggen, nou, die en die vrouw, die mag voor mij. Haar vrouwenrechten terug. Enter. En dan moet je met DigiD. wat mij ik haat dat. Maar met DigiD. laten we dat voorlopig maar blijven gebruiken. geen oude schoenen weggooien. wat ik er nieuwe heb. Laten we het praktisch houden. En met DigiD. mag je even zeggen wie je bent. En dan krijgt die vrouw. krijgt dan de rechten weer terug. En de rest is van. Dus al die vrouwen. die dus. Uh, mannen zoals ik. Uh, nou, die dus. Al die vrouwen waarvan die mannen denken van, boeh, gelukkig is die rechten kwijt, want dan stopt ze tenminste met moorden. He, dus al die mannen, ja, opgelucht, al die vrouwen, ja, ik wil mijn rechten terug, ik wil wel lekker kunnen moorden. die mannen zeggen, ja, nou ja, dan moet je iemand anders maar gaan vragen, maar ik ga ze niet geven. En dan zijn er ook nog vrouwen, en die kunnen dan zo'n man zo erg onder druk zetten dat die denkt, nou, ik ga wel voor je proberen, ik ga wel voor je proberen. Maar die krijgen het dan niet van elkaar. Die komen niet door de vragenlijst heen. Want die denken dat we naar de maan zijn geweest. En ja, en dat soort mensen die heden vandaag nog denken dat we in 1969, tot en met 1973, dat we, ik weet niet hoe we vaak, aan de maan zijn geweest. Want we waren elke keer vergeten om iets te doen. De vorige keer. En elke keer hebben we daar ook helemaal niks gedaan. Zodat we nog een reden hadden om nog een keer terug te gaan, want we hadden weer niks gedaan. Dus met alle Apollo 14 hadden we helemaal niks gedaan. En toen dachten ze, ja, we moeten nou toch een keer naar de maan gaan om er iets te gaan doen. En dan zijn ze met Apollo 15 gegaan, maar hebben ze weer niks gedaan. En toen hebben ze nog een keer gedacht, nou, nou nog een keertje. Ja, dan zijn ze met Apollo 16 gegaan, daar hebben ze weer niks gedaan op de maan. En toen was er iemand in die zei: van, Nou, uh, ja, we hebben toch al die tijd niks gedaan op de maan. Uh, laten we alle gegevens die we hebben maar weggooien. En dan kunnen we op die manier voorkomen dat we nog een keer naar de maan gaan. Om te kunnen zeggen: We zijn naar de maan gegaan en we hebben niks gedaan. Zoiets. De mannen die dat denken. Dat vind ik dus wel op die website. Dat ze daar netjes zo. Dat je die mannen niet alarmeert. Dus het lijkt alsof die mannen dan vrouwenrechten kunnen teruggeven aan die vrouw. Die hun dus dan met een D-rol staat ze erachter. Of een stiletto. Dat die mannen dan denken. Wow, dit, kijk eens, schat. Ik, ik geef je weer vrouwenrechten hoor. Ik ga het even intypen. Een akkoord. Maar dat achter de schermen, dat zo'n vrouwenrechtingsverleningsgebeurtenis, uh, die valt in het ene bakje. Van een man die gelooft dat we naar de maan zijn gegaan, geeft, uh, wil dat de vrouw die en die de rechten terugkrijgt. Dus de, dan weet je ook dat vrouw die en die, dat ze die man onder druk heeft gezet. Kan je ook weer ingrijpen. En dan zou ik het niet weten, ja, 56 miljoen doden per jaar. Dat is geen kattenpissen. En ik ben dus nu, hoe lang bezig. Uh, even kijken hoe lang ik bezig ben met dit praatje. Nou, 35 minuten. Dat zou ik zeggen een half uur. En in Nederland zijn het er 30.000 per jaar. Dus dat zijn er 75.000. Iets meer dan 75. Als je de 400 dagen per jaar rekent... heb je, 5, heb je precies 75. Hè? Maar een dag... een maand heeft geen... een, maand, een jaar heeft geen 400 dagen... maar 365. Het komt meer op ruim 80 per dag. Dus even de rekenmachine erbij... want in het abortus... Of in het abortus, raak, abortus is niet zo'n leuk onderwerp heb je even de rekenmachine erbij. Maar je hebt dus... zijn er 84 per dag. En dan doe je dat even keer 7. Is... Dat zijn er... Uh, nou, zijn zeg maar 600 per week. En dan gedeeld door 5. Dat zijn er dus 120 ongeveer per werkdag. En dan gedeeld door 8... Met 8 uur per dag. Het zijn er ongeveer 15 per uur. Dus in dit uh, half uurtje zijn er 7 uh, kinderen vermoord in opdracht van hun moeder. Ja, dat wil ik even weten. En ik ben nog even bezig. Dus uh, tussen nu en uh, het moment waarop ik ga zeggen tjus. Dan kan ik dus uh, tjus zeggen tegen in totaal uh, 15 uh, vermoorde mensen. Alleen in Nederland, hè? Want die andere mensen die verstaan toch in Nederlands, dus die weten niet wat ik bedoel met tjus. Die andere vermoorde mensen bedoel ik, hè? Die zijn in Ghana, Nigeria, India. Wat ah, was dat dan, tjus? Zeggen ze dan, hè? De totale degeneratie van een menselijke soort, vind ik het. Uh, dus, dat, als je dus een vrouw aanspreekt over uh, uh, kritisch doen over abortus, dan uh, beginnen ze gelijk van: ja, maar uh, als het dan medische indicaties en, uh, en, en bij verkrachting hoor. En oh, nou, boe. Ja, maar uh, 99,999% van de abortussen, dat zijn vrouwen hè, en die waren zo geil als een beer. En die hadden geen zin om van tevoren. Uh... Nou ja, whatever. Kijk, je kan je ook. Uh, heel simpel is sterilisatie. Dus, uh, heel effectief en niet moeilijk. Ja, zonder meer is het zo. Dat als jij een vrouw bent en je denkt zo over seks. Dat je. Uh, ja, dat je dus seks wil doen. En als je dan zwanger wordt, dan laat je je aborteren. Of wordt die vrucht dan geapporteerd? Nee, ik denk de vrouw wordt geapporteerd. Want die, het is abortus, ontvruchting. Het is de ontvruchting van de vrouw, denk ik. De vrouw heeft een vrucht en die laat ze ontvruchten. Ah, je bent zo iemand, dan ben je, wat mij betreft, toch uh, uh, niet geschikt om uh, te zorgen voor een kind. Dus dan kan je eigenlijk net zo goed steriliseren. En daar ben je ook van antig soda af. En ja, wil je dan als vrouw uh, niet uh, jezelf laten steriliseren. maar meedoen met de volwassen mensen. dan luidt het devies uh, uh, geen seks voor de lol. Ook niet op dinsdag. Ook niet alleen op vakantie. Ook niet alleen als je stom dronken bent. Geen seks voor de lol. Klaar. Dus seks heb je dan met, uh, met een serieuze gedachte. Dat je het hebben van seks... Uh, het, is een lichamelijk, het is een lichamelijke activiteit, net als eten. En eten bijvoorbeeld, dat moet je doen als je honger hebt. En het doel van eten is dat het gevoel van honger dat stopt. Dus waarom eten mensen? Nou, anders hebben ze honger... En als ze eten, dan krijgen ze geen honger. Voor zover ze je moet ook alleen maar eten als je honger hebt. En als er mensen gaan eten voor de lol. Dan gaan ze meer eten dan nodig is. Ik ken het verhaal van twee mensen. Dat, was, dat heb ik jaren geleden gehoord. Echt heel lang geleden, eind jaren 80 was dat. Dan werkte ik in Hilversum. En in Hilversum zaten heel veel hele rijke ondernemers. En ik werkte voor zo'n dure, één van zo'n rijke ondernemer. En die had een Apple dealerschap. Verkochte Apple computers. Die, Apple, die computers die hij verkocht, die waren al 6, 7, 8, 9.000 gulden per stuk. Een gouden business. En we hadden klantenjongen en er was één zo'n klant en die was enorm groot. Hij was ook 1,90 meter of zo, heus wel. 1,80 meter, 80, echt een hele grote man. Maar enorm dik. Die kon niet in een gewoon kantoorstoeltje zitten. Dat zou problemen geven. En daar hoorde ik dus van mijn baas dat die man die had afgesproken in zo'n heel beroemd heel versums restaurant Slime dood, maar heel beroemd de huppeltje pubs woeste manke Pelis of zo is iets zeg iedereen kent maar heel duur hè? en die waren die hadden daar afgesproken voor de lunch en toen waren ze lekker uh, aan de slag gegaan met die lunch. En dan een beetje zaken doen natuurlijk. En om een uurtje of vier uh, hadden ze de lunch uh, echt wel weg. En ze verordeneerden koffie en wat dingen en zo. En dan werd het al wel later. En toen zeiden ze tegen die een tegen die ander van... Ja, de lunch is eigenlijk nou al voorbij. Het uh, is eigenlijk alweer tijd voor het diner. Ja, als iemand nou iets zegt... Nou, zei die ander, jij hebt betaald voor de lunch, dan betaal ik voor het diner, oké? Okay? En toen kwam die ober, die kwam langs en die zei, kan ik nog wat voor u betekenen? En dan keken ze heel blij naar die ober en zeiden ze, ja, uh, mogen we de kaart, alstublieft? <laughs> en we zijn één keer zitten eten, vanaf één uur smiddags tot en met uh, negen uur s avonds. ...gewoon acht uur lang... ...aan tafel gezeten. En lekker gegeten, joh. Voor... ...600 gulden per persoon of zo. Ja, die kosten kan je toch... Uh, ...toch aftrekken van de zaak, dus... Ja, dan krijg je... ...punt 1, je krijgt je BTW terug. Die was toen nog maar 6%. Maar toch, uh, tikt toch leuk mee... En uh, ja, van je vennelschapsbelasting, uh, 40%. Dus. Ik wil maar zeggen, recreatief eten is helemaal niet gezond. Dan word je enorm donker. Donker. word je enorm dik van. Weet je niet doen. Maar recreatieve seks. Uh, dat is ook niet gezond. Weet je niet dan? En als je het dan wel doet. Ja, mijn dochter, die verdenk ik ervan. We hebben het nooit over seks. Zo is dat altijd geweest tussen mij en haar. Ik heb haar uh, ooit uitgelegd wat seks was: dat het ging om voortplanting. Toen was het drie of vier. Toen waren er twee naaktslakken: Heel treffend. En die hadden seks in de tuin terwijl wij zaten te kijken. Ja. Gewoon seks, open en bloot, waar kleine kinderen bij zijn. Ja, naakslakken, die moraal, jongen. Ach, 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 ach. Maar toen zei ze tegen mijn dochter, want wat zijn ze aan het doen? En toen zei mijn dochter, oh, die zeggen hallo. Ik zeg, nee, die hebben seks. Ze zei, mijn dochter, seks? Ik zeg, ja. Dan gaan ze tegen elkaar zitten en dan spuit die ene naakslak, die spuit wat in die andere naakslak. En dan komen daar nieuwe naakslakjes van. Oh, ze bedoelt duchtig. Is dat nou seks? Ja, dat is seks. Nou, toen was het eigenlijk klaar. Daarna heeft mijn dochter nog een keer gevraagd: van pap, wat is een condoom? Mijn dochter was toen zeven. Toen dacht ik wel eventjes: van, wat krijgen we nou? Je hoort toch al van die gekke verhalen, hè? Met kinderlokkers en zo. Maar kinderen hadden dan in de bosjes een condoom gevonden. En daar was een hele toestand over geweest. En zij had het niet gezien, uh, maar wel van gehoord dat er een condoom was gevallen, gevonden. En ja, wat was dat dan? Nou, heb ik haar uitgelegd. dat is het enige wat wij over seks hebben gesproken. Dus we hebben het er niet over, maar ik ga ervan uit dat zij het doet. Nou, Ik hoop dat ze niet aan de pil zit. Want dat is heel slecht voor je hormoonsysteem. Hè? Je geeft ook een verhoogde kans op borstkanker. Dus. Ja, het beste is uh, gezamenlijk masturberen. Als je het dan toch samen wil doen. Om van je hunkering af te komen. Uh, ja, je hebt nog dat condoom gebeuren, maar dat is wel relatief duur, ja de pil is dan om een of andere reden is dat gratis, vind ik ook niet goed. En het aller allerbeste is dat je je relatie serieus neemt en dat je, ja, dat de relatie tussen mijn dochter en haar vriend, wel wie dat dan ook maar is, maar dat die relatie op zichzelf hoe je met elkaar omgaat en wat je samen doet. En uh... ja, zit je op één lijn? zo weet dat dan? Sta je open voor elkaar? Hm? Klopt die jongen een beetje? Spoort die een beetje? Laat die jongen in godsnaam even aan je vader zien. Ik heb dat zo in de gaten. Door de eerste vriendje die, die ze meenam, toen dacht ik gelijk, oké, okay, dat, dat zie ik gelijk aan. Een beetje timide jongen, dat wel, maar niet een watje of zo. Een beetje introvert, dat vond ik wel goed. Mijn dochter is een beetje een. Maar daar ga ik het nou niet over hebben. Maar. Laat maar vanuitgaan dat ik hartstikke trots ben dat het mijn kind is. En dat ik hartstikke trots ben dat ik haar vader ben. Maar in je relaties met. Uh, als vrouw dan. Hè, dat, uh, het is erg belangrijk dat vrouwen. de verantwoordelijkheid nemen. Voor een eigen lichaam. En het niet laten afhangen van de man uh, of er uh, gepenetreerd gaat worden zonder condoom. Dat klopt niet. Dat moet de vrouw zelf uh, in de gaten houden. Het is haar uh, ding, het is, het is haar vagina, haar baarmoeder, het is, het is haar lichaam waarin gespoten wordt. Dat laat je toch niet zomaar doen. Je gaat toch niet dat door een ander laten bepalen. Het is jij die bepaalt of je op je rug gaat liggen met je knieën uit elkaar. En niet Joris. Met zijn stijve Bimelores. Ja, dus als een vrouw zegt: van, Ja, ik heb het maar gedaan, want mijn vriendje wou het zo graag. En nu ben ik zwanger, maar ik wil geen kind. Ja, zo zo, dat wil ik gewoon niet meer horen. Vrouwen nemen hun verantwoordelijkheid maar. En de moraal momenteel in onze samenleving is dat vrouwen. die gaan maar lekker. Uh, uh, ja, het is eigenlijk best wel lekker zoals zo seks hoor. En ik vind seks zonder condoom. vind ik eigenlijk nog net iets lekkerder dan met. En. Uh, oh, 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 vinden ze het lekker? Ja. 56 miljoen doden per jaar levert dat op. En nogmaals. Het argument wat er nu gebruikt wordt door vrouwen, dat ze zeggen van ja, zolang het kind in mijn buik zit en voor 100% afhankelijk is van mij, heb ik het recht om het te laten vermoorden? Nou, dan hebben wij als Nederlandse samenleving het recht om asielzoekers te vermoorden die 100% afhankelijk zijn van ons. Want als dat de, het, de, het credo is, dat wanneer een persoon voor 100% afhankelijk afhankelijk is van een andere persoon, dan mag dat andere persoon op een willekeurig moment, wanneer hij het genoeg vindt, zeggen kill hem. Waarbij persoon ook een, uh, een groep mag zijn natuurlijk, want het persoon is een persoon, maar dat nou een mens is of een bv, ja, een rechtspersoon. Maar iemand is afhankelijk van een andere persoon, nou, dan mag die andere persoon besluiten om die eerste persoon die afhankelijk is, om die te laten doden. En aangezien die persoon niks anders fout heeft gedaan dan in een afhankelijke situatie belanden, mag je zeggen dat er sprake is van moord. Of je moet natuurlijk bij asielzoekers. Ja, ik maak me even bitter hoor. Of je maakt bij asielzoekers duidelijk. dat van: kijk, je mag naar Nederland toe komen. maar dan mag je niet langer dan negen maanden. krijg je de tijd. en dan moet je helemaal zelfstandig zijn. en niet meer afhankelijk zijn van de Nederlandse staat. En uh, haal je dat niet. Uh, ja, dan uh, behouden wij het recht voor om jou te doden. Uh, en, en als die asielzoeker daar dan voor tekent. dan is het geen moord meer. Ja. Uh. Dan is het dood met contract. Dan kan de Nederlandse rechter zeggen we ja, het is die asielzoekers eigen schuld ...dat hij maar geen handtekening moeten zetten. Of hij had moeten zorgen dat hij niet meer uh, dat die afhankelijkheidsrelatie opgehouden was. Snap je? 56 miljoen doden per jaar is geen geintje. Het is een kwart van de Europese bevolking. Van de echte Europese bevolking. Niet uh, de Europese bevolking. Niet al die mensen die nu zeggen: Ik ben Europeaan, want uh, ik ben uit Nigeria, maar ik heb een uh, Belgisch paspoort. Ja, dat is geen Europeaan, dat is een Nigeriaan. Maar de Europeanen, dat zijn er niet zoveel. Hier in Nederland heb je een aantal Europeanen echt wat basically Europees is. Daar dat tel ik dan de, dus de Nederlanders geboren in. Tjerkstra-Deel en uh, Braamhoeven en Zuidwolde. Uh, Vraneker, Geleen, ja. En die lui uh, plus uh, alle, alle pruzen. <laughs> Oud woord, hè? Alle Duitsers. Daarbij en alle Britten en alle Belgen heb je al zo'n beetje. Ja, ah, een verdwaalde Fransoos heb je ook nog. Nou, alles bij elkaar is dat hier in Nederland 10 miljoen. Dus uh, best weinig, hoor. Als je ook uh, al die, uh, die import hier hè, met die immigratie, als je die wegdenkt, hebben wij maar 10 miljoen mensen. Dus dan is de plotseling heel veel ruimte voor natuurgebied. Ben je ook gelijk van dat gemekker af van uh, al die uh, natuurmensen die zeggen oh, ruimte voor de koolmees? Nee, dan hebben we ruimte voor de koolmees. Kan je hele woonwijken gaan slopen? Hele woonwijken kan je teruggeven naar natuur. Dus uh, wij, wij hebben Nederland niet zo volgepompt, volgepropt met uh, met uh, met al die wegen en, en al het openbaar vervoer en al die voorzieningen en zo. Ja, die verdubbeling van de bevolking, dat is gekomen door de immigratie. Bijna verdubbeling. Maar dit jaar komt er weer 100.000 man komt erbij. Nou, ja, dadelijk is het nog maar... En uh, de, de oorspronkelijke Nederlander daalt. Ja, vind je het gek met al die abortussen, Terwijl het aantal abortussen in Nederland dus relatief laag is, hè? Als wij hier in Nederland net zoveel zouden apporteren als in het buitenland. Kijken hoor, dan kan ik het even uitrekenen. En dan rond ik af hoor, dan vind ik het mooi geweest. Uh, 56 miljoen gedeeld door 7.000 miljoen. Dat is 0,08 en dat keer 17. 1, 2, 3, 1, 2, 3 is Ja, wij zitten hier in Nederland uh, op 20%. Zo ongeveer. Dat gedeeld door 5. Nee, iets meer. Even kijken. Even het netjes doen. Memory plus. Dan doen we 30. 1, 2, 3. Gedeeld door... Een memory recall is. Ja, 22 procent. Dus uh, abortussen wereldwijd, dat is uh, vijf keer zoveel als in Nederland. Dus in die zin doen we het nog aardig, maar nog steeds heel behoorlijk veel. En kijk je dus naar de lijst van doodsoorzaken in Nederland. Waarbij dementie merkwaardig genoeg bovenaan staat. Met 16.000, 17.000 per jaar. Dat vind ik eigenlijk niet correct. En dan staat longkanker staat eronder met 10.000. Ja, abortus is dus drie keer zoveel. En wat is het? En waar gaat het om? Het gaat om vrouwen die zich onverantwoordelijk gedragen. En met Jan en alle man in bed duiken. En daar wilde sekspartijen hebben. En dan heel verbaasd gaan zeggen. Ik ben zwanger. Kan het gratis vermoord worden? En dat kan niet. De, 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 de. Het is een, een, een teken van uh, achteruitgang. Je hoort niet zo te denken over leven en dood. Je hoort ook niet zo te denken over seksuele moraal. Ja, er zijn Mohammedanen en die gaan zo ver dat je uh, zelfs het geven van een hand. dat doe je liever niet met een vrouw. Want uh, straks neemt ze je, je mee. Nou, dat vind ik wel heel ver gaan. Maar bij ons is het zo dat het in bed duiken. ...met een jongen na afloop van een feestje... ...dat is bijna zoiets als uh, normaal. Serieus, ik zat op het terras een keer. Dat is vier jaar geleden, denk ik. En er was uh, best lekker weer. Het was drie uur smiddags. Ik zat lekker aan het bier. En er kwam een jongen en een meisje... ...en die waren herstellende van een feest... ...wat er geweest was. Het was denk ik een zaterdag... En er was een feest geweest in Arnhem, in de stad. En zij moesten allebei terug naar Nijmegen, waar ze woonden. En het was geen stijl, maar ze kenden elkaar en ze moesten allebei terug naar Nijmegen. En ze hadden dus tegen elkaar gezegd, van, nou, dan gaan we nog wat drinken op het terras. En daar zat ik. En ik hoorde dat meisje tegen die jongens zeggen van... Uh, dat ze na afloop van het feest, wat natuurlijk heel lang geduurd had, en dat maakt me helemaal geen donder uit. Ik ben ook niet zo netjes geweest. Maar... En na afloop van het feest was ze met een jongen mee naar huis gegaan. En daar was ze lekker met die jongen in de bed geweest. En die jongen die had tegen haar gezegd, die was nogal verbaasd. En die zei van nou, jij me makkelijk zeg. In het hebben van seks. En zij vertelde dat dus aan die jongen die dan ook al op het terras zat. En ze was verontwaardigd, hè? En ze zei van en ze vond dat beledigend. Ze zei ze: hoezo makkelijk? Hij is toch ook makkelijk? En ik zat erna te luisteren en ik dacht bij dat meisje van. Uh, wat ben jij makkelijk, zeg? Ik heb dat nooit gedaan, hè. Zomaar een vrouw uh, seks mee gaan hebben. Echt nooit. Ik keek bij vrouwen... Uh, ja, ik keek de kat uit de boom. En als ik dacht van, nou, ik... Uh, nou, ik, ik zou wel met jou uh, echt serieus dan, hè. Ik zie wel een mogelijkheid dat we serieus verder kunnen. En dan worden we een stijl. En, uh, Ik dacht altijd gelijk al aan de langere termijn. En als het dan voor mij dan zover was dat ik een meisje heel serieus nam... Ja, dan wilde ik er ook wel seks mee. Wat denk ik ook niet goed is, hoor. Achteraf denk ik van... Dat had ik me misschien beter maar niet kunnen doen. Maar dat gebeurde dan... En zo heb ik dus in mijn leven met vier vrouwen seks gehad. En die vier vrouwen, die, daar ben ik dus ook echt een serieuze relatie. Een niks monogaam en, en familie leren kennen en de hele boel erbij. Nou, al die vier vrouwen die ontpopten zich als hele vervelende individuen. En dan denk je achteraf, ach, was ik er maar nooit mee meegegaan. Als er één ding is wat ik in mijn leven, als ik het over zou moeten doen. Hè? Nou, er zijn wel meer dingen die ik anders zou doen, denk ik. Denk ik. Maar in elk geval zou ik niet meer. Uh... Ik zou me niet meer laten verleiden door vrouwen. Ik zou kiezen voor een. celibatair bestaan. Ik ben er niet geschikt voor. Ik ben veel te empathisch. Ik ben veel te begripvol. En. Ja, met de moderne vrouw moet je dat niet flikken. Die persona mitre de bol. En dan raak ik heel gefrustreerd. En dan word ik nog boos ook. En dan krijgen die vrouwen overal de schuld van maar eigenlijk. Is dat niet eerder? Want vrouwen zijn gewoon zo. Dus vandaar uh, kom ik dus terug op dat idee. We nemen al die vrouwenrechten, die nemen we ze af. Inclusief stemrecht, gewoon niet meer. Gewoon alle rechten niet meer. En dan uh, moeten vrouwen gaan vragen aan een man in hun omgeving: van, wil je even naar de website gaan en met je DigiD even inloggen? Dan moet je even door een aantal vragen heen en vertellen dat we niet naar de maan zijn geweest. En dat je dat werkelijk vindt en uh, nog wat andere dingen moet je ook even zeggen. Oh ja, 9-11 was niet gedaan door Osama Bin Laden. En de nieuwe wereldorde is niets meer dan een nieuwe uh, sausje voor de oude wereldorde. En wat we nu Rome noemen, dat heette vroeger Babylon. Nou, ah, dat soort dingen, hele eenvoudige vraagjes uh. En als die mannen door die vragen heen komt en dan kan hij die, die vrouw uh, die rechten teruggeven, krijgen ze ook weer alle rechten hoor, dan uh, mogen ze ook weer stemmen. En al die anderen dan niet meer. Hebben nog wel het probleem dat al die domme mannen die dus geloven dat we naar de maan zijn geweest, dat die dan nog wel mogen stemmen. En dan moet ik daarover nadenken hoor, hoe die. Uh... Hoe we die aan gaan pakken. Misschien dat we onze hoop moeten vestigen op die bisphenol A. Die weekmaker in die plastics. Waarvan ze zeggen dat het eigenlijk lijkt op oestrogeen. En dat we dan... Uh, ja, dat die mannen dan... Die op een of andere manier castreren... Er was laatst iemand, ik ben nu echt aan het afronden hoor, maar er was laatst iemand en die zei dat God vreed en onverschillig, onverschillig is. En dan denk ik, nee, dat is niet waar. Want ik ben God niet. <laughs> je moet je over nadenken. Als ik God was, dan had je kunnen zeggen dat God vergeten en onverschillig was. <laughs> nee, dat was een goede logica mop, vind je niet? Maar dit was een eventjes uh, Abortus update 2020. Ik, ik ga nog even op zoek naar een mooie titel. Misschien iets met atheïsme erin. Doe dat altijd goed. En tegen jullie zeg ik op zijn hamburst tjus! En ook tjus tegen die vijftien geapporteerde, in opdracht van hun moeder vermoorde kinderen.